Verhalen over een rivier, vechtverhalen in het Nederlands en het Duits. Hoe uniek? Ja, dat is echt heel uniek. Het was een idee vanuit Duitsland, van Grafschaft Bentheim Tourismus. Die hebben ons eigenlijk benaderd vanuit een Interreg project en hebben gezegd van, willen jullie niet samen met ons een internationaal boek uitbrengen? Tweetalig, met Nederlandse schrijvers die een verhaal inzenden met Duitse schrijvers. En dat is uiteindelijk vechtverhalen, vechtgeschichten geworden. Wat zou het mooi zijn om er een verhalenwedstrijd van te maken en mensen echt te triggeren van, stuur je mooiste verhaal in over de vecht. En daar hebben mensen ook echt gebruik van gemaakt. We hebben zo'n 25 verhalen aan Nederlandse zijde ingezonden gekregen. Daar is door een jury, een vierkoppige jury met twee mensen uit Nederland en twee mensen uit Duitsland, zijn daar uiteindelijk de beste 10 van geselecteerd. Zowel de Duitse verhalen als de Nederlandse verhalen zijn fictie, non-fictie, autobiografisch, fantasie. Dus eigenlijk is het heel mooi om te zien dat die vecht zoveel verschillende verhalen kan voortbrengen en zoveel met mensen ook doet. Soms heel, heel nadrukkelijk als mooie rivier, soms ook gewoon als een inspiratiebron voor het verhaal. Ik denk dat het mooi om te zien is dat de 10 schrijvers echt de vecht allemaal op een andere manier hebben gebruikt om tot het verhaal te komen. Ja, is er veel verschil tussen Duitse verhalen en de Nederlandse verhalen? Nou, sowieso is de Duitse cultuur toch wel een andere dan de Nederlandse cultuur. Dus de verhalen aan zich zijn wel wat anders. Maar ook daarin zie je wel echt de verschillen terugkomen van wat meer autobiografisch, wat meer fantasierijk. Dus ja, ik denk een hele mooie mix. Ja, een hele mooie mix in een heel mooi boek met ook hele mooie foto's. Ja, prachtige foto's. Die zijn eigenlijk uit een eerdere verhalenwedstrijd uitgekozen. En we dachten, het is zo zonde om daar nu verder niks mee te doen. Dus die zijn eigenlijk ook toegevoegd aan de verhalen in het boek. Ja, waar is het boek te koop? Bij onze 5 Anjepunten, ook exclusief bij onze 5 Anjepunten. We hebben er 1 in Gramsbergen, in Hardenberg, in Beersen, Vilsteren en in Hoonhorst. Rivier. Voortdurend stromen, gedachten gaan, komen, stromend, kabbelend en spiegelend, vecht. Een boek over de vecht, je zei het net al, ik ben de vecht. Ja, ik ben ervan uitgegaan dat ik de vecht ben en als vecht kom ik overal langs. Ik kwam langs verschillende plaatsen in Duitsland. Darfeld, Schoppingen, Nordhorn. En van elke plaats had iets bijzonders. En dat bijzondere heb ik even aangeduid. Ik ben ook heel erg geïnteresseerd in geschiedenis. Dus we kwamen ook langs Gramsbergen, langs Aanen, de slag bij Aanen. Dus ook dat verhaal zit in de vecht. We kwamen ook langs Junne. En in Junne heb je Kalsum. Dat is een heel, bij archeologen een beroemd stukje. En ook qua natuur is het een heel beroemd stuk in Nederland. En ja, daar is een grafveld dat is al duizenden jaren achtereen gebruikt. Vanaf de vecht- of de trekbekercultuur tot aan de Romeinse tijd. Dus een hele lange periode is daar gebruik van gemaakt. Al die bijzondere punten, die doet de vecht aan. Maar ook het moderne van 1998, dat de vecht woest en verwoestend werd bijna. Helemaal alles onder water zetten. Zelfs bij ons huis was het zover dat we een huis hadden aan het water. Het was meer dan een ton meer waard. Want het water kwam tot bijna tot aan de deurdorpel. Ja, ik hoor het al. Volgens mij had je niet genoeg aan 20.000 woorden. Nee, 20.000 dacht ik eerst dat het waren. Later bleek dat het 12.000 waren. Maar dan hadden we van mij ook wel 50.000 of 60.000 mogen zijn. Ik had ze graag gevuld met de vecht. Ja, dus Luc Vogelsang kan best nog eens een keer een boek alleen over de vecht schrijven. Nou, ik zou ik wel willen doen. Ja, over de vecht of aanpalende gebieden. Ja, er zit zoveel in mijn hoofd. Eerst maar eens hier en daar een klein stukje en dan vooral op schildergebied ook, hè, komt er dan ook uit. De vecht mondt uit in het zwarte water, maar dat is niet voorbij. Het komt steeds weer, elke dag, elk moment kun je de vecht weer zien en dan zal je groeten met de rimpeling. Ja, want de vecht is een mooie rivier. De vecht is een mooie rivier, oneindig mooi.
En ja, komt steeds weer een van de, ze zeggen dan, de grootste onder de kleine rivieren van Nederland. Ik heb geschreven over de trechterbekercultuur, omdat er een recent ook opgravingen over een van een nederzetting van de trechterbekervolken in de gemeente Dalfsen is geweest. En dat vond ik interessant, dus ik denk, daar ga ik over schrijven. Die nederzetting was aan een oude vechtarm, dus ik denk, dat ga ik combineren. Is dat moeilijk om je te verplaatsen in die cultuur? Ik vond het zelf niet, want ik heb eigenlijk geschreven, ja, als ik schrijf dan gebruik ik gewoon dingen die ik zelf tegenkom. Dus in het verhaal, dat begint ook met dat er een ijzige koude oostenwind waait al dagenlang. Nou, de wedstrijd was aan het begin van het jaar. Toen was er hier een ijzige koude oostenwind voor een paar dagen. Dus ik denk, nou, dat ga ik gebruiken. En dan fantaseer ik, wat zou dat voor die mensen geweest zijn? Hè? Want die hadden geen centrale verwarming en zo. En nou, dan heb ik zo een verhaal bij elkaar. Mijn verhaal gaat dan dat die jongen die gaat naar een nederzetting in Ommen, aan de andere kant van de Vecht. Dus dat stukje, daar gebeuren alle avonturen. Ja, mooie avonturen. Ja, je moet het wel een beetje spannend maken, hè, voor de lezer. Tenminste, dat heb ik geprobeerd. Ja, dat hebben we gehoord vanavond van alle 10 schrijvers. Dus het is naast 10 mooie verhalen ook nog 10 spannende verhalen. Ja, sommige verhalen zijn heel spannend. En anderen zijn op een andere manier heel erg het lezen waard, denk ik. De hoofdprijs was hier, naast dat je in een boek komt, ook een redigeerweekend waarin je leert hoe je moet kijken naar je eigen teksten. En ik heb zelf een boek geschreven en ik had nog geen uitgever. Dus ik dacht, ja, misschien moet ik het wel in eigen beheer uitgeven. Dus dan is zo'n redigeerweekend ook wel heel handig. Maar intussen heb ik ook zelf een uitgever gevonden. En mijn boek wordt komende maandag gedrukt. Dus het gaat nu allemaal heel snel. Stilte. Vogels fluiten. Oranje zonsopkomst. Nieuwe dag. Heerlijke belofte. Vechtdal.